Goed, golwe klank en lig, transversale golwe. So wat is een golf? Een golf is dan een opeenvolging van een klomp pulse. Met andere woorde, nie net een enkel verstering nie, maar een aaneenlopende verstering dan nou in een medium. Wat dan nou die watergolwe is, of een golf in een veer, of een touw, of een tuinslang, of wat ook al. Goed, ek het dit nou dadelijk op een assestelsel aangedui, baie van die moeiliker type vraag so gevra, so daarom gaan ek het soms so doen van die begin af. Hier op my y-as het ek dus nou die verplaasing of positie, dit is nou maar net die maximum uitwijking van een deelkie vanaf die rustpositie wat hier aangedui word. Dit is gewoonlik een meter, maar nou ek het die werkelijkheid hier geteken en daarom is het centimeter. Goed, dan op die x-as gaan my tyd wees, wat ons nou lekker oor gaan praat. Goed, daai groen pijl is weer eens NB, want dit beteken dat hier die golf beweeg, en hy beweeg dus in daai richting. En nou kan jy sien, is hier een macht om terme, wat absoluut NB is, en ek het nou alles van toepassing op hierdie voorbeeld gedoen. Transversale golf het ons dan nou afgehandel, amplitude, weet julle al van, en op hier die skets is dit 2.5 cm, wat altyd omgesit moet word, want dit is die SI-eenheid van afstand, en dit is een meter, so jy deel met 100. Goed, dan gaan ons naar die volgende enekie toe, golflengte. Nou jy sal sien, in die definitie van golflengte, is dus die afstand tussen twee opeenvolgende punte, wat in fase is. En ons sal nou kyk wat is dan nou die punte in fase. Goed, so hier is met ander woorde een golflengte. Maar mens kan van hier af begin en sê hierdie is die golflengte, daar, so. Want hierdie wat ek nou aandui is alles twee opeenvolgende punte in fase. So dit is die hele tyd my golflengte daar, verstaan? Want onthou hierdie golf beweeg, mens sien nie regtig, hy is gemaakt en hy beweeg soontoe, so daardie is een golflengte. Nou, die teken van een golflengte is dan nou die snaakse dingetjie, wat mens noem lambda. Goed, het lyk soos een snaakse type ei, en werkelijk hierso, en ek het al hierdie goedes regtig gemeet, is dit 4 cm. So ek aan my oralste hierso, sal ek sien 4 cm, wat dan 0,04 meter is. Volgende enetjie is die frekwensie. Nou die frekwensie is die aantal volledige golfpulse in 'n sekond. Nou kom ons kyk wat is 'n golfpuls. Van die handboek sê ook 'n oscillasie, met ander woorde, ek sê altyd, jy moet sê op, af, af, op. Hierdie is een golfpuls. So wat is frekwensie? Die aantal golfpulse in 'n sekonde. Nou, omdat ek het reeds so op 'n assestelsel het, raak dit sommer nou 'n bietjie al moeiliker, want hier is my sekondes, nee. Ek sê vir jou frekwensie is die aantal volledige golfpulse in 'n sekonde. Nou, hier is my sekonde. Hoeveel golfpulse is daar? Nog nie eers een nie. So hierdie golf se frekwensie is dus 0,5 Hz. F is dan nou 'n klein lettertjie F, is die simbool van frekwensie, klein lettertjie asseblief, en die SI-eenheid waarin jy frekwensie meet is Hz. Dit is ook eintlik per sekonde. So hierdie is 0,5, 'n halwe golfpuls per sekonde. Maar in plaas van per sekonde is dit dan nou hertz. Die volgende term is periode. Periode is hoe lank dit neem vir een volledige golfpuls. Ek herhaal. Hoe lank dit neem vir een volledige golfpuls. Nou hier, dit is lekker. Hier kan jy dit sommer nou aflees van jou grafiek. Een volledige golfpuls is so. En, wat is my tyd? Hier kan ek het aflees, is 2 sekondes. So dis hoe lang dit neem vir een volledige golfpuls, en die symbool van periode is 'n hoofletter T, en die SI-eenheid sekonde. Goed, dan kom ons na 'n dingetjie van punte in fase. Nou, punte in fase is
twee punte met heelgetal veelvoude van een golflengte. So as daar heelgetal veelvoude van golflengtes is tussen twee punte, is daai punte in fase. Nou, ek het vreselijk baie punte hier aangedui. Moenie die x en die y, dit is iets anders, maar al hierdie a, b, c, ons moet nou gaan uitvind hoeveel al hierdie punte a, b, c of dit wat is in fase, wat is nie in fase nie. Nou, punte in fase is toe nou regtig net daai twee. En nou die punte in uitfase is al, nou kom ons gaan kyk. A tot by B is definitief nie eens een volledige golfpuls nie, wat nou nog van veelvoud van een volledige golfpuls. Hulle is definitief uitfase. As jy kyk na A en C, so met ander woorde, as ek by A begin, sou een volledige golfpuls daar geëindig het. Hulle sou in fase gewees het. So, hierdie is nie in fase nie. A tot by D, kan jy duidelik ook sien, is nou definitief nie in fase nie. Niks anders ter hierso, sal met A in fase wees nie. Kom ons gaan na B toe. B is nou prachtig, tot by C, dis een volledige golfpuls. Dit is hoekom hulle wel in fase is. Maar B en D is nie, B en E is nie, want dit is nie heelgetal golflengtes nie. Ok, as ek met ander woorde dalk toch hierso ook een pinkie sou sit, kom ons kyk, ek gaan gou dalk een pinkie sit, en ek gaan hom nou somme net in sit daar, en ek gaan hom nou somme net G noem. Goed, hy is nou nie in my lysie nie. Kom ons kyk hierso, 1, 2, 3, so dit is een veelvoud van die golflengte, so B en G, sou dis ook in fase gewees het. Ek gaan hom nou somme net hierby sit. Goed. Net om dit bietjie interessanter te maak. Goed. Dan al hierdie ander goed is uit fase. Daar is duisende van hulle en ek het nou nie eers G hierby gesit nie. Want ek het hom nou somme by gesit toe ek vir jou verduidelik het. Al die X'e hier is kruine. Ok. So dit is jou boonste maximum uitwijkingspunt van een deelkie vanaf die rustpositie en dan die y is die onderste, die teenoorgestelde maximum uitwijkingspunt en dit word ook genoem een trog of een buik of een dal. En dan ons laaste enetjie is golfspoed. Golfspoed is dan met ander woorde die afstand wat een golf in een seconde sal aflê. As ons by die formuleblad kom, dan sal jy sien ons kan hierdie gebruik. So V is frequentie, maal die golflengte, ons golf, wat ons hier gebruik het, sy frequentie is 0.5, want hy maak net een halve golfpuls in een sekonde. En wat was sy golflengte? Dit was daar die, 4 centimeter, of dan 0.04 meter. En dan sien ons dat die golf wat ons specifiek hier geteken het, sy spoed is 0.02 meter per sekonde. Want as jy daaraan dink, dit is die afstand wat afgelê word in 'n sekonde. Goed, en dan maak dit sin dat jy hierdie kan gebruik. Jou frekwensie, nee, wat dan nou net 0.5 is en maal jou golflengte wat 0.04 is. Daarvan gaan nog baie voorbeeld gedoen word.